Deze keer in het Megaman Maandoverzicht. Same bouwt vierwielbestuurde trekker. Nieuw-Holland viert 100 jaar Fiat en Vechniek introduceert 9 meter lange zaaicombinatie. De Italiaanse trekkerbouwer Same heeft een Frutetto smallsport trekker ontworpen die met alle vier de wielen stuurt. Dat maakt de toch al kleine trekker zeer wendbaar. Er zijn vier rijstrategieën. Eén waarbij je alleen de voorwielen sturen, één waarbij je de voor- en achterwielen sturen, één waarbij de achterwielen trager insturen dan de voorwielen en één waarbij je in hondengang rijdt. De achterwielen hebben dan een stuuruitslag van maximaal 18 graden. Met ingeschakelde vierwielbesturing is de draaicirkel 2,80 meter. Nieuw Holland toonde tijdens de Italiaanse Mechanisatiebeurs EIMA een Fiat Centenario concepttrekker om 100 jaar Fiat trekkers te vieren. De Fiat Centenario toont grote gelijkenissen met de 90-serie die halverwege de jaren 80 werd geïntroduceerd. De karakteristieke terracotta kleur krijgt een metallic glans. De Centenario komt niet in productie, maar zal de komende tijd vooral dienst doen als showtrekker. Wel komen er zes gangbare modellen in een jubileumuitvoering en in de terracotta kleur. Tijdens dezelfde Italiaanse beurs liet Nieuw-Holland ook de T5 Autocommand zien. De lang verwachte viercilindertrekker met traploze transmissie. Voermachinefabrikant Trioliet introduceerde tijdens Eurotier de Triomatic wb 2250 250 Deze voerrobot rijdt autonoom en wordt geleid door een draad in de grond. Hij heeft een inhoud van 2,5 kuub. De machine werkt met een 600 volts nikkel-metaal hybride accu die vergelijkbaar is met die in elektrische auto's. De mengkuip is voorzien van twee mengvijzels die worden aangedreven door twee 2,2 kilowatt elektromotoren. Voor en achter de kuip is een zwenkwiel gemonteerd zodat de machine scherp kan draaien. De robot wordt gevuld door één van de voerkeukens van Triolit. De Triomatic WB250 inclusief voerkeuken kost ongeveer 150.000 euro. Zometeen beelden van de Vechniek Multimaster, een in Nederland gebouwde 9 meter lange zaai -combinatie. Melkmachinefabrikant machinefabrikant Gea stopt met de verkoop van de Mi1, het multibox melkrobot-systeem. Gea blijft melkveehouders die met de Mi1 melken, wel ondersteunen. Service monteurs worden ook nog steeds opgeleid voor deze melkrobot. Oh. Vanaf 2025 moeten alle landbouwvoertuigen een kenteken hebben. Trekkers die sneller kunnen rijden dan 40 km per uur moeten ook gekeurd worden. Gebruik je deze trekkers uit de T-categorie hoofdzakelijk voor landbouw- en bosbouwwerkzaamheden, dan geldt de APK-plicht weer niet. ABMEC, de zelf importerende dealer van onder meer Fendt, neemt Van Arendonk-mechanisatie over. De vestigingen in Zeewolde, Dronten en Ermelo worden geïntegreerd binnen de ABMEC-organisatie. Van Arendonk voert onder andere de trekkenmerken Fendt en Valtra. Mechanisatiebedrijf B. Naaktgeboren, dat ook onderdeel is van de Van Arendonk-groep, wordt overgenomen door de huidige bedrijfsleider Dami Hulzenbos en verkoper Simon Doornbos. En dan nog dit. De Nederlandse machinebouwer Vecht Niek in Luttelgeest heeft een halfgedragen en opklapbare zaaicombinatie ontwikkeld, de Multimaster. Hij is er in twee werkbreedten, 4,5 meter en 6 meter. Maar meest opvallend, hij is 9 meter lang. De Multimaster kan de grond in één werkgang woelen, cultiveren en groen bemesten of graan zaaien. De woeler heeft een V-vormig frame en kromme dent Michel tanden van Kvennerland. Achter de woeler hangt een driebalkscultivator cultivator en daar weer achter hangt de zaaimachine met een zware schijvenpakkerrol. De zaaitank heeft een plekje gekregen bovenop de ondergrondwoeler. Tot zover de maand van Megaman. Meer nieuws lees je op megaman.nl en in de vakbladen lammermechanisatie, veehouderijtechniek en tuin- en parktechniek.